Banya movies. Yo, wat up gasten, sorry dat ik wat later ben. Ik was met de bus op weg naar huis en ik ben vertraagd. Dankzij het openbaar vervoer, toevallig ook. Want vandaag wil ik het met jullie hebben over 25 dingen die ik haat aan het openbaar vervoer. Allereerst wil ik het hebben over die Engelse stem die je altijd hoort en die tegen je zegt: don't remember to check out with your old Egypt card. En dan thuis besef ik me meestal dat ik niet eens heb uitgecheckt. Van die mensen die in de spits de stoel naast hun bezet houden door een tas erop te leggen. En als jij dan aan ze vraagt of hun alsjeblieft die tas willen verplaatsen zodat jij een plek hebt om te zitten voor een heel uur lang, dan kijken ze je heel boos aan. Of wat dacht je van mensen die een koptelefoon op hebben, alleen het toch presteren om die koptelefoon zo hard te zetten dat de hele coupé het hoort. Er zijn ook mensen die niet eens een koptelefoon meenemen en gewoon de speaker van de telefoon gebruiken. Maar er zijn ook nog mensen die niet eens een telefoon meenemen in de trein. Nee, die beginnen een a cappella koortje daar te plekken met 5 man. Hou je bek dicht. Of van die iets wat jonge mensen die het nodig vinden om door de hele trein hun privéleven te gillen. Vanaf je seksleven tot aan je ziekenhuisleven tot aan het leven van je vader, je moeder, iedereen. Dat is net zo irritant als belachelijk hardop lachen. Hoort iedereen me wel? Oké, top. Stel je voor, een lege coupé. Er zit helemaal niemand op mij na. Er komt iemand naar binnen en die gaat zitten naast mij. Waarom? In sprintertreinen is er geen ruimte voor een wc, dus wat heeft de NS verzonnen? Een plaszak. Dat is een zak die je vol kan pissen en vervolgens weg kan gooien. Welkom terug in de middeleeuwen. Woehoe! Treinen die te laat komen, bussen die te vroeg komen en met name die tweede dat te vroeg komen, daar ken ik wel. Ik lees wel eens de kranten in de trein en dan gaat er iemand naast me zitten. Helemaal prima, totdat ik zijn oogjes voel branden op mijn papier. Dat hij gewoon stiekem aan het meelezen is. Dus dan doe ik de krant weg, ik pak mijn telefoon, ga naar WhatsApp, ik stuur een paar berichtjes. En ik zie die man ook mijn WhatsApp meelezen. Je kan natuurlijk je eten meenemen in de trein. Alleen soms heb je eten wat een verschrikkelijk erge lucht heeft. Neem dat alsjeblieft niet mee in de trein, want dan stinkt de hele coupé voor echt een uur lang. Om dan nog maar te zwijgen over de hele bekruimelde vieze plek die ze achterlaten. Of een bierflesje wat op de grond ligt en de hele trein doorrolt de hele tijd. En anders van die leuke lieve stelletjes die niet eten meenemen, nee, die eten elkaars gezicht wel op. Die zitten non-stop ter tongen in de trein. Toeristen die niks snappen van de bussen of de trams en daarmee de hele ingang gaan ophouden. Of Nederlanders die niet snappen dat je eerst mensen de trein uit moet laten voordat je zelf naar binnen kan. Tussen de stoelen in de trein heb je altijd zo'n balkje wat je omhoog kan doen. Waarom vertel ik dit? Van die mensen die door de stoelen heen oogcontact gaan maken met iedereen die ze tegenkomen. Ongemakkelijke reis. Een bestuurder van een bus of een tram die als een idioot rent, waardoor je bijna tijdens het uitchecken op je bek gaat. Van die mensen in de trein die niet de moeite nemen om een deurtje open te houden, maar gewoon die deur achter zich laten vallen in je gezicht. Reizen met het openbaar vervoer kan misschien heel erg irritant zijn, maar YouTube-video's kijken van Banya Movies is leuk. Dus abonneer hier beneden en geef een duimpje omhoog. Wat een kut bruggetje was dat. Oh. Stuur deze video door naar iedereen die reist in het openbaar vervoer. Doe het voor jezelf, doe het voor mij, doe het voor de hele wereld. Zodat we nooit meer dit soort dingen hoeven mee te maken in de trein. Als iedereen in Nederland deze video zou zien, dan verandert er waarschijnlijk niks in de trein. Maar er is een kans dat het wel gebeurt. En die ene kans is belangrijk. Dus stuur deze video door. Ik spreek mezelf heel erg tegen in deze eindvlog, hè. Maar toch jongens, bedankt voor het kijken. Ik ben aankomende zondag weer. Tot dan. Latertje. Doei. Banya. Banya Movies every Sunday at 2 o'clock.